Dag lieve kijkers, welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Ben je nog geen abonnee? Abonneer dan op veganlounge.nl. Hieronder op het rode knopje klikken en daarnaast het belletje natuurlijk. Want zodra ik weer een leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. Oké, gaan we gauw beginnen. Nou, ik heb samen met mijn man even boodschappen gedaan. Ik ben vegan, hij is vegetarisch. We zijn naar Albert Heijn gegaan, want de hamstertjes zijn weer ontsnapt. Dus die zitten weer in Albert Heijn en dat betekent 1 plus 1 is gratis op vele producten. Prima! Nou, zoals je al ziet, Pickwick ijsthee, peach, persik, 1 plus 1 gratis. Ik heb een persik en een lemon crackers. Deze zijn niet 1 plus 1 gratis, maar dit zijn gewoon naturel crackers. Voor tussendoor, voor in de ochtend, etc. We hebben hier Lay's chips van Sensation, Japanese sweet wasabi en ginger. Dus wasabi en gember smaak. Nou, dit is, deze heb ik eerder geshoplogd. Deze is gewoon, ik vind het een heerlijke chips in ieder geval. Goed, daarna van de Albert Heijn meskleune salade, mild en zacht. Nou, 35% korting, want vandaag is de einddatum. Maar we gaan deze vandaag ook lekker oppeuzelen. Daar heb ik gehaald azijn voor het ontkalken van mijn waterkoker. Maar af en toe gebruik ik het ook voor salade. Nescafé Espresso, zakjes, pure chocolade, rolletjes. Ik had een volle spaarkaart, dus ik heb voor de saladebox gekozen. Hartstikke leuk. Ik vond hem eigenlijk wel handig, want ik hou van salade meenemen, zeg maar. Dus ik vind hem wel leuk. Vooral dit vind ik hartstikke leuk. Om ze openmaken. Nou, hier heb je in ieder geval een compartiment. Dus hier kan je iets erin doen. Nou, dan heb je lekker een lepeltje en een vorkje. Hier heb je een compartiment 3. Nou, dan kan je dit ook openen voor. Kijk. Oh, dit wist ik niet. Dit vind ik wel leuk, dit. Dat vind ik wel schattig. Oh, en daarna hieronder weer iets. Ja, ik vind hem leuk. Ik vond het wel waard om voor te sparen. Maar ik hou het op één spaarkaart. Ik heb er zo lang over gedaan. Soms vergeet ik, die zegeltjes te vragen. Of vergeten die cachères zijn. Ze duren best wel lang voordat ik hem vol had. Maar ik heb hem uiteindelijk vol. En ik heb echt serieus alleen deze nodig. Want ik heb best wel... Ja, ik heb lunchboxen en zo. Dus ik hoefde niet zoveel. Ik vond deze gewoon heel speciaal. Zo'n saladeboxje. Goed. Dan heb ik gehaald kokoswater, verfrissend en dorst en lessend. Ik heb deze heel lang niet gehad, dus ik dacht, nu ga ik hem aanschaffen. Hij is trouwens 1,89 bij de Albert Heijn. En deze 1 plus 1 gratis. Dit keer heb ik mango genomen, allebei. Het waren de laatste. Nou, meer fruit, weinig tot niet suikers. Ja, ik ben benieuwd. Daarna uien, onmisbaar in het huis natuurlijk. Voor de sla, voor de gerechten. Flora boter, gezouten met chiaolie, kokosolie en amandelpasta. 100% plantaardig, 100% natuurlijk. Groene olijven zonder pit, heerlijk bij de sla of als snack of bij gerechten. Een hele tijgerwit brood. Ovenfriet, lekker knapperig. Voor mijn man Casa di Mama, pizza, bananen bij de Albert Heijn, 1 euro. Royal Club Lemon, heerlijk verfrissend bij het eten. Vegetarische burger deluxe. Goed, dat waren de boodschappen voor vandaag. En ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Als dat zo is, geef dan een duimpje omhoog. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk.
En ben je nog geen abonnee? Abonneer dan op veganlounge.nl. Klik op het rode knop hieronder en daarnaast het belletje natuurlijk. Want zodra ik weer een leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dag!